Mijn dag begint als ik de kantoortuin binnenkom. En dan loop ik naar mijn bureau, pak ik mijn portofoon en dan schakel ik de juiste scenario's op het moment dat wij extern parkeren, dus de routing scenario's. Ik ben 6 jaar in dienst bij Rij Amsterdam en mijn functie is traffic manager. Ik ben verantwoordelijk voor de evenementenlogistiek rondom de Rij. Niet alleen voor opbouw en demontage, maar ook tijdens het evenement. Logistiek in de breedste zin van het woord. Parkeren, crowd control, alle logistieke bewegingen die buiten het pand plaatsvinden. Bij elk evenement maken wij een verkeers- en vervoersplan. Voor de grote evenementen is het een stuk complexer. Dit doen wij om te voorkomen dat alle vrachtwagens tegelijk naar de Rij toe rijden en er een grote verkeerschaos rondom de Rij ontstaat. Als er geen evenementen zijn, dan ben ik volop bezig met de planning. Alles wat er omheen komt voor een evenement. Op het moment dat het evenement bezig is, dan ben ik volledig in de diepte in de operatie. Het leukste aan mijn werk is de operationele uitdagingen die je hebt. Het verkeer is moeilijk te voorspellen. Verder is de mix tussen operatie en kantoor gewoon echt een hele leuke afwisseling. En zitten we toch in een van de leukste teams. Ik krijg het meeste voldoening uit het feit dat je best wel lang met een planning bezig bent om een evenement logistiek goed op te zetten. Maar als een evenement dan echt goed loopt daarna, dan geeft het echt een kick. Ik ben Karel en ik ben trots op de Rij.